film weer even een keer wat. Ik heb eigenlijk geen idee wanneer de laatste keer was dat ik echt iets gefilmd heb. Het zou best wel eens kunnen zijn toen ik in Nederland was. Of misschien net uit Nederland terug. Het is intussen al 2023. We hebben een hele fijne oud en nieuw gehad. We hadden twee grote honden die op de berg waren. Dus Booba is helemaal gesocialiseerd. Die waren mee met Jeanette en Frank, zijn vrienden van ons. Het was super leuk dat die er waren. En vandaag gaan we naar beneden. We hebben net een schaap gevonden in de wildernis. Echt super zielig. Die was verlaten door zijn kudde. Of zijn kudde kwijt. Eén van twee. Maar we gaan vandaag naar het strand. We moeten ook allemaal boodschappen doen. We moeten naar de dierenwinkel voor puppyvoer. En we moeten gewoon normale boodschappen doen. Dus toen dachten we, dan combineren we dat gelijk met we gaan naar het strand. Alleen Booba vindt het nog steeds niet super leuk. En dat is een understatement, om in de auto te zitten. Dus elke paar minuten moeten we even stoppen, want anders wordt ze ook ziek. Dus daar is ze even aan het chillen en Maarten zit er even bij. En dan hebben we er elke keer helemaal in de auto. We hebben eerst zo'n... Even kijken hoor. We hebben eerst zo'n zeil, zodat ze niet... Als ze overgeeft, dat het niet, zeg maar, op de auto komt. Maar dan gleed ze de hele door de auto, want we hebben natuurlijk een super hobbelige weg. Dus nu hebben we er een grasmatje, een kunstmatje opgelegd. Zodat ze wat minder kan glijden en zo. En uiteindelijk moet ze de auto leuk gaan vinden. Nou, we gaan wel zien of dat ooit gebeurt. Maar we hebben in ieder geval nu dus een tussenstop. Dus waar we normaal 25 minuten bezig zijn om de berg op te komen, zijn we dat nu ongeveer een uur. Als het niet meer is. Maar ja, kotsende hond is ook niet fijn. Dus we gaan even lekker chillen. Het is trouwens prachtig weer. We hebben echt zulk mooi weer eigenlijk al... Nou, al 2 weken wel, denk ik. Echt, echt geweldig. Helemaal stralende zon. En ja, ik kan dus gewoon zo buiten lopen. Dus ja, daar zijn we heel blij mee. Goeie stranddag. Geëindigd. Dus er is ook nu niks meer te zien van dat daar überhaupt ooit een tent heeft gestaan. Dus we zijn in poging nummer 2 begonnen. De tent moest sowieso ook nog een keer op een andere plek komen te staan. Wel fijn om even te werken op dezelfde hoogte als zeg maar het huis. Want het huis ligt niet er gewoon daar. En ik kan gewoon zo er naartoe lopen. We hebben ook een iets andere strategie. Vorige keer hebben we natuurlijk met die boot... structuren gewerkt. Deze keer hebben we het uitgegraven. Of nou ja, dat hebben we laten doen. En wordt hij gewoon mooi plat. Alsnog wel wat werk. Dus we zijn het vlonder aan het maken. Maarten, heb je wat te vertellen over je creatie? Heb ik iets te vertellen? Ja. Nou, hij is 2 keer zo sterk, maar hij heeft 2 keer zoveel dwarsbeams dan de vorige. Kijk. Dus kunnen we ook 2 keer zoveel zon of weet je wat, wind hebben. Nou ja, we gaan lekker door. Eigenlijk wel de hele dag aan de voorkant gewerkt. Die moet natuurlijk rond. Dus dat is een moeilijker systeem dan de andere palen die gewoon recht kunnen. En die hebben dan zo'n hele stevige zijkant. Die hoef je niet verder te verstevigen. Maar deze krijgt dat natuurlijk niet, want hij wordt hier rond. Maar we hebben een ingenieus systeem bedacht dat helemaal zo in elkaar schuift. Tevreden?
Ja. Over vandaag in ieder geval. Ja, morgen even klaarmaken. Ja, dan gaan we dit natuurlijk nog, dit moet natuurlijk nog op hoogte komen. Dus dat gaan we morgen. Boeba is er ook. Hé, hey, Boeba? Vind je het mooi? Mama is er ook. Vind jij het mooi? Ik vind het super mooi. Heel trots op je. Ja. Yeah. Januari. En we hebben hier voor vandaag voor het eerst sneeuw. Hé, Boeba, wat vind je ervan? Ik ben toch best wel blij. Wat vind je ervan? Ja! Oh, het is echt geweldig. Het is echt super koud. We hadden het al een paar dagen echt heel koud. Nee, dat is helemaal niet waar trouwens. Zondag, vorige week was het super goed weer. En ik kon gewoon nog helemaal lekker in de tuin zitten en zo. En ja. Nu ligt er sneeuw. Ja, ik vind het echt geweldig. En Boeba vindt het ook super leuk. Dus dat maakt het nog leuker. En Moppie? Leuk hè? Leuk hè? Zeg maar ja. Zeg maar ja tegen de mensen. Ik vind het leuk. We hebben nu daar zon. Boven ons hangt de sneeuw. Het sneeuwt ook. Ik weet niet of ik dat op beeld krijg. Een beetje sneeuw niet hard hoor. Maar gewoon wat vlokjes. En dan kun je daar... Oh ja, nu zie je het al. En nu kun je daarachter weer de blauwe lucht zien.